Hartelijk welkom bij Friends in Business TV vanuit de Boathouse. Ik vind het altijd zo bijzonder hier. Dit heeft alleen al qua plek, maar ook qua uitstraling iets chiques. En als je er eenmaal in zit, is het heel gewoon. Ja, ik ben even mijn tekst kwijt. Ik weet niet wat ik hier op moet zeggen. Ja. Het verdienmodel. Of word ik nou gelijk te intiem? Nou, best wel, ja. Ja, ja. Het wordt vaak tegen me gezegd. Vooral in de Boathouse waarschijnlijk. Dan doe je iets goeds, doe je iets heel bijzonders met elkaar, maar heel vaak gaat het mis. Maak de zoon het geld op dat pa heeft verdiend, zeg maar. Jullie maken weinig geld op, hè? Maar zelf niet. Wij zijn zuinig. Ja. Moet je beslissingen anders communiceren in een damesteam dan in een mannenteam? Nou, niet zozeer de beslissingen. Waarom ga je nou lachen? Ik zie je lachen. Nou, ik had wel weer een andere vraag erover. Hè? Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? En dit hoor je natuurlijk wel vaker. Het is anders, de dynamiek onder elkaar is anders. Dus je moet het natuurlijk wel leuk vinden om in die mannenwereld te werken. Hè? Want in het beginsel ben je natuurlijk best wel een eenling. En daar moet je wel tegen kunnen. Het is natuurlijk wel een bepaalde mentaliteit. Hoe is dat voor jou zelf dan? Ik vind het een grote uitdaging. Merk je bijvoorbeeld ook hier iets aan tafel? Waar je nee. ook alleen maar met mannen... Nee, nu niet. Wij hebben een gaspedaal en een rem. Mijn broer is gaspedaal, ik ben de rem. En als hij te hard gaat, dan rem ik een beetje bij. En als ik te langzaam ga, geef hij een beetje gas bij. Ja. Voor dat soort bedrijven denk ik met name interessant... Ja. dat jullie een lenteactie op de site van Friends in Business hebben staan. Ja, we hadden toch gezegd, we gaan ook het MKB eens aanspreken. We gaan eens kijken naar een typische situatie waarin de computers, de servers, eigenlijk gewoon in de kast, in de bezemkast staan. Daar horen ze niet. Dat hebben we in een leuk filmpje hebben dat in beeld gebracht. Ja. Je hebt Basje en Adriaan en je hebt Willy en René. En zo heb je ook Herman en Hendrik. Je zit hier nu alleen, maar dat voelt ik ben dan Adriaan en Bassie zit daar.